Ikke, jij had een normaal leven daarvoor en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat Marijke hier hanteert. Omdat dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. Dat ik dacht, dat kan niet. Dat. Excuseer. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet Sorry, wat echt, er hier nu sorry. aan het gebeuren is. Excuseer. Valère, sorry, echt sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwalijk. Plus het feit als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan hoor. Ik bedoel, nee, maar moeten we nu nog antwoorden of liever aan het kind? Ja, dan zwijg ik liever. Excuseer. Ja, meneer, je had een opmerking. Ik heb het zelf geschreven. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemman. Maar. Ik vind dus dat dit niet kan horen wat er gebeurd is. Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Er gaat u een half uur. Dit kan dus niet, kan voor mij. Uitgelacht worden vlak in het eerste kamp. Sorry, sorry. Excuseer me.